En nu gaan we vervolgens gaan we naar het enige grote werk, het enige eigenlijk integrale werk van de avond, de Holbergsuite van Edvard Grieg, dus een Noorse componist, ook eigenlijk een eenzaad. Grieg was eigenlijk niet echt gekend voor het schrijven van grote werken voor piano. Hij was eigenlijk altijd een beetje zeer, hij vond het altijd heel moeilijk en daar was er heel ongemakkelijk mee. Hij schreef zowel een pianosonaat en ook zijn zeer bekende pianoconcerto in A. Als u dat programma hebt gezien, waar ik weet niet meer wie het was, Thomas van der Vliet, denk ik, die een pianoconcerto waar speelde, dat was dat van Grieg. Maar dus moet je eigenlijk weten, dat was een jonge Grieg die dat schreef en dat was totaal eigenlijk niet zijn ding. Hij zou eigenlijk daarna enkel korte stukken schrijven, gebaseerd op Mendelssohn, zijn Die Roloforte, in eigenlijk lyrische werken, die ook zeer mooi zijn. En die gaat van zeer Noorse volksliederen naar zeer impressionistische werken op het einde van zijn leven. Want hij heeft eigenlijk het meeste werken heeft hij geschreven ergens in een huisje in Noorwegen, totaal afgelegen. Maar dan toch in 84, dus al wanneer zijn carrière zeer rijk is, schrijft hij toch terug een groot werk, de Holbergsuite. U kent dit stuk waarschijnlijk meer als orkestwerk, hoewel het ook oorspronkelijk als pianowerk werd geschreven en eigenlijk beide versies zijn zeer mooi. Het is vijf stukken. Het is een werk van vijf stukken. En het grijpt eigenlijk terug naar de barokperiode, dus het is een romantisch werk, maar toch, als u van barok fan bent, dan krijgt u ook nu uw tijd leven. Wat kan je nog meer zeggen over hem door? Het is dus omdat we het hebben over een integraal werk, zou ik u ook vragen om niet te analyseren naar elk stukje, maar pas aan het einde van het integrale werk, om een indicatie te geven van wanneer het echt gedaan is. Het eerste stuk is dus zeer levendig. En dan krijg je eigenlijk drie werken die minder levendig zijn, maar dan op het einde krijg je weer een heel levendig werk. Dus als er dan zo'n soort bombast finale is, dan heeft u een cue voor het applaus. Het werk duurt ongeveer 20 minuten, maar het is echt een van mijn favoriete werken op piano. Vooral de R, het vierde deel, die is echt prachtig. Om zelfs van te weten, maar dat ga ik proberen niet te doen. Dank u wel.